Ik ben Sjoerd Roeselaar, DJ-producer van Rotterdam Terror Corps. Mijn naam is Ricky Perotti, MC Raw Rotterdam Terror Corps. We zijn hier live in de Laurenskerk, helemaal te gek. Iconische gebouw met een orgel. De concrete aanleiding waarom wij de samenwerking met het Rotterdam Terror Corps zijn aangegaan heeft te maken met het feit dat zij dit jaar 30 jaar bestaan. Het Terror Corps is daarmee een icoon van de stad geworden. Wij zijn een icoon van de stad, dus ja, laten we de boel dan maar eens bij elkaar gooien, kijken wat eruit komt. Mijn verwachtingen voor vandaag waren eerlijk gezegd gevuld met zenuwen. De wereld van hardcore en orgel, om die te combineren, dat vergt enige creativiteit. Maar de link tussen die twee kan wel gevonden worden in het feit dat daar dus echt ook citaten gebruikt worden uit klassieke muziek. In ons repertoire hebben wij een aantal nummers zitten die een knipoog naar het verleden maken, naar componisten. Waar Hayo een link mee heeft. Sterker nog, hij kwam met het idee om bladmuziek daarvan mee te nemen. Je bent al een beetje koor. En wij maken nummers altijd die we op optreden ook moeten kunnen doen. En dan gebruik je zo'n orgel om een climax op te bouwen. Dat is waar zo'n orgel voor gebruikt wordt. Dus dan begint. Het publiek moet mee, het publiek moet opgezweept worden en daarvoor gebruiken ze een orgel en daarvoor is het orgel bij uitstek geschikt. Laten we even proberen. Ja, laten we eens even kijken. Waar het schip strandt. Ja. Want, nou, okay. Een beetje improviseren. Dat gaat nog weer zo, hè? In the early days. The early days of hardcore, when we wrote. De klassieke muziek leent zich uitstekend voor inspiratie. Niet alleen omdat het fantastisch gecomponeerde stukken zijn, maar ook omdat 9 van de 10 keer is het rechtenvrij. En als iets rechtenvrij is, kan je als artiest eigenlijk ermee doen wat je wil. Zonder dat je toestanden krijgt met cease and desist brieven of advocatenbrieven, etc. En dat maakt je als artiest ook vrijer. Zo'n spreker. Dezelfde oerkracht heeft als een spreker in kerken zou kunnen verwachten. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor de overweldigende wall of sound van een orgel in combinatie met de wall of sound van het Terror Corps. To leap over to my skip so frantic day. And right here, in this very place. Kijk, ik ben in de kerk opgegroeid natuurlijk. Dus en dan, ja, kerk geeft je gewoon een speciaal gevoel. Vroeger zeiden ze altijd, ja, jij wordt pastoor of weet ik veel, dominee, bla bla. Nou, waarschijnlijk is het gekomen nu. May God bless your soul. We are the Rotterdam Terror. Goed gespeeld, Hayo, en goed gesproken, Ricky. Ja.